Ik ben een impressionist. Dat wil zeggen, ik ben een kunstschilder die geboeid is door de werking van licht en schaduw. Ik ga altijd op zoek naar plekken waar een bijzondere sfeer of atmosfeer te zien is. Dat kan zijn in de zomer, in de winter, in de herfst, in de ochtend of in de avond. Hier, in mijn atelier in Wijk bij Duurstede, probeer ik de indrukken die ik heb opgedaan vast te leggen op het doek. Op groot formaat en op klein formaat. Dat is iets waar ik eigenlijk iedere dag mee bezig ben. Ik kijk eigenlijk gewoon zo naar de wereld. Ik vind de sneeuw schitterend met zijn blauwe schaduwen, maar ik kan ook genieten van het hele frisse voorjaarsgroen. Ja, ik probeer te zoeken naar spannende composities en bijzondere lichtinvallen. Dat zijn vaak momenten die mensen wel zien, maar het niet onthouden. En op het moment dat ze mijn doeken zien, dan zeggen ze ja, ik heb het gezien inderdaad. Ja. Het is vast 's avonds laat of 's morgens vroeg of midden op de middag. Of het is koud of het is warm, dat kan ik zien. En ik probeer juist die momenten te vangen. Bij voorkeur ga ik naar Amsterdam en Utrecht om daar inspiratie op te doen. Amsterdam is natuurlijk een prachtige historische stad met hele boeiende architectuur. Het water loopt daar ook door de stad heen, er zijn veel grachten. De geschiedenis voel je. Dus ik loop net als Breitner door die stad heen met mijn camera en probeer plekken te vangen, te zien. Ik ben continu aan het kijken of ik nieuwe dingen kan ontdekken die ik kan gebruiken in mijn doeken. Dat geldt ook voor Utrecht, daar woon ik natuurlijk vlakbij. Is wat kleinschaliger, maar heeft ook heel veel sfeer met zijn bijzondere oude gracht. Waar je onderlangs kan lopen, de prachtige bomen erlangs. En iedere keer keer ik weer terug om of in de kroeg of bij de gracht of langs de oude grachtenpannen te lopen om plekjes te vinden of lichtinvallen te vinden die je kan gebruiken voor mijn schilderijen. Hoe ik het vervolgens dan ga vertalen op het doek, ja, dat is denk ik wel aan verandering onderhevig, maar dat is ook goed. Ik probeer steeds meer tot de essentie te komen en steeds ook mezelf te blijven verrassen en daardoor ook de kijker van de schilderijen te blijven verrassen. Naast natuurlijk dat ik gefascineerd ben door beelden uit de stad, zoek ik ook verbreding in mijn motieven en onderwerpen. En die vind ik heel erg in Frankrijk. Dit is een schilderij wat gemaakt is op een bospad in de Morvan, geschilderd in de winter. Ze zeggen vaak de winter is kaal, is troosteloos, heeft weinig kleur. Dat is helemaal niet waar. Als je heel goed kijkt, zijn hier juist heel veel mooie zachte violetten, grijze en bruine te zien. Die zorgen voor een hele typische winterse sfeer, zonder dat het saai wordt. In dit soort schilderijen kun je een beetje dwalen, kun je verstillen. Dan kun je in, dan kun je nadenken, kun je een beetje in verblijven. Een beetje dat contemplatieve zit hierin. Het is weer heel anders als dat schilderij wat aan de overkant hangt. Dat is ook in de Morvan geschilderd. Dat is een schilderij meer in het vroegere najaar. Een ogenschijnlijk eenvoudig onderwerp. Het heet sous-bois. Het is geboomte. Het is gewoon opschietend kreupelhout. Maar op het moment dat de zon daar aan te pas komt, dan gaat het trillen, gaat het vibreren. Er komt een bak met licht eigenlijk door die stammetjes hierheen vallen, waardoor er prachtige slagschaduwen ontstaan. Maar hier ligt van dat beetje dat dorre gebladerte op de grond. Als je dicht op het schilderij kijkt, dan zie je alleen maar haaltjes en toetsjes. Op het moment dat je naar achteren loopt, wordt het echt blad. Je hoort er bijna iemand doorheen lopen, al ritselend. Mensen zien het schilderij en herkennen het en vinden het prachtig. Maar als je met ze door zo'n bos heen loopt, dan zien ze het dus niet. Zeggen dus mensen ook wel eens tegen mij van ja, als ik met jou door het bos loop of ergens wandel, dan zie ik veel meer. Ja, mij vallen dat soort dingen op. Mijn ogen zoeken dit soort dingen op. En leggen het vervolgens dan vast op het doek. Dat heeft waarschijnlijk toch te maken met mijn kunstenaarsoog.
Dit is ons tweede huis in Frankrijk, in Parc Régional de Morvan in de Bourgogne in Frankrijk. Het is een hele bijzondere stek voor ons. Het is een oud postkantoor wat wij hebben opgeknapt. We zitten hier in de wintersalon en zo heeft de keuken en alle slaapkamers een hele bijzondere en eigen sfeer. Dat hebben we gerealiseerd en daar genieten wij enorm van. Ik heb een vrouw en 4 kinderen en daarmee kom ik hier ongeveer 4 tot 5 keer per jaar in de verschillende seizoenen. Ieder seizoen heeft hier zijn eigen sfeer en daar hebben we onze activiteiten ook op aangepast. We genieten daar enorm van om dan buiten te lopen en te kijken hoe de natuur zich ontwikkelt, als de bomen uitlopen of juist in de herfst als het blad gaat vallen of in de winter als er een pak sneeuw ligt. En dat maak je hier in de Bourgogne allemaal mee, want hier heerst een landklimaat. En dan komen we ook graag hier in het huis om daarvan te genieten. Dus hier voeden wij ons en hier doen we nieuwe energie op. Maar we genieten ook van elkaars aanwezigheid natuurlijk. Je hebt tijd voor elkaar en vooral de activiteiten die we hier samen kunnen doen, ja, daar genieten we van. Ik kijk uit naar morgen, ga heerlijk het bos in, op zoek naar nieuwe onderwerpen, nieuwe motieven. Het wordt heel mooi weer, dus ik ben benieuwd naar het licht op de bosgrond, op de bomen, op de mossen. En dan ga ik heerlijk schilderen in het atelier, 's middags, om die indrukken vast te leggen. Daar kijk ik wel naar uit. Dit is een heel mooi bospad, daar kom ik heel erg graag, vanwege de lichtval en de schaduwwerking. En het is in ieder seizoen is dat weer anders en daarom kom ik iedere keer hier terug. En vooral wat er gebeurt eigenlijk onder de bomen, in het licht- en schaduwspel, het aanlichten van de takjes en van de sprietjes en van de dorre bladeren die er liggen, zorgen echt voor een heel spannend geheel. En daarom kom ik iedere keer weer terug om te zoeken en te kijken voor nieuwe onderwerpen die ik in verf probeer vast te leggen. Het is een heel inspirerende plek. Waar ik heel graag wandel en terugkom. Ja, op dit pad loop ik dus heel graag. En het lijkt, als je hier doorheen loopt, heel gewoon. Maar als je het op een schilderij dus ziet, is het heel spannend. En het is qua kleurgoed, het is qua compositie dan heel vaak mooi. En dan zoek ik weer naar nieuwe onderwerpjes, vooral tegen die stammen op. Ja, dat is wat mij fascineert. De bomen aan dit pad en over het algemeen in dit landschap zijn gewoon monumenten. Ze zijn groot van omvang, monumentaal. Dat kun je zien in de bast, maar ook aan de mossen die er overheen groeien. En dat vind ik een indrukwekkend gezicht, ook die structuren. Soms komen er weer hele mooie kleine twijgjes uit, maar er zijn ook grote takken die afgebroken zijn door storm. En dat geeft zo'n boom een soort eigen identiteit, een stukje geschiedenis. En dat is ook wat ik wil vastleggen in mijn schilderijen. Zo'n zware grote boom tegen zo'n zacht glooiend landschap, dat is een schitterend contrast. Misschien niet heel groots. In natuur schoon, maar wel iets heel, ja, als je daar langer naar kijkt, maakt dat diepe indruk.
jarig, hè, van de week. Kwasten geven. Kwasten. Want die houdt toch van schilderen? Nee, Chris zij... niet. Nee, Vera. Vera. Hij, Chris van Guildhouse. Ja, alleen op vakantie op me. Ja. Hij doet het gewoon op de vakantie. Heb jij, heeft iedereen zijn koekje op? Mag je nog een? Mag niet? Die mag je wel. Een klein stukje nog. Ik zit nog steeds koffie van thuis, of niet? Dat is koffie, ja, van hier. Ja, maar daar gaat het, ja. Oké. Okay. Twee. Ik heb vandaag heerlijk geschilderd. Ik werk hier altijd heel prettig. Het heeft te maken met het ruime atelier, maar ook met het heerlijke uitzicht hier achter me. Waar je natuurlijk gewoon van geniet. Dus je kijkt naar buiten en dan kun je een heel eind wegkijken. In het licht, prachtig kapelletje hierachter. En ja, ik heb hier weer heel anders gewerkt als dat ik in Nederland werk. En dat doet mij goed, want dat houdt je als kunstenaar fris. Ik heb de onderkant van een boom geschilderd. Echt zo'n typische boom die hier in het landschap staat, met korstmossen erop. Iets anders van structuur als in Nederland. En dan zie je ook gelijk dat het een ander resultaat oplevert. Op dit schilderij heb ik ook geprobeerd vast te leggen dat zo'n boom heel erg ruw is. En ik vind ook dat je dan zo'n boom heel ruw moet schilderen. Dus er zitten gewoon stukjes verf op, korstjes op, dikke toetsen zitten erop. Als je naar de achtergrond kijkt, dan zie je dat het heel zacht is. Want het grasland daarachter is dus veel diffuser. En dat contrast... Die werking, ja, dit levert een heel mooi beeld op. Ik zeg altijd, als je iets schildert wat van zichzelf ruw is en veel structuur heeft, schilder het dan ook op die manier. Want dan komt het pas goed over. Het is niet mogelijk, althans dat vind ik, om zo'n bast van zo'n boom met een 1 mm penseeltje of een fijnharige penseeltjes heel precies uit te gaan werken. Dat moet je met een grote kwast doen en met een grove streek. Zodat het materiaal wat je schildert en de bast, dat dat bij elkaar komt. Ja, en dan pas gaat de materie werken in zo'n schilderij en gaat zo'n boom ook leven en gaat zo'n boom spreken. En dat is wat ik zoek. Nou, ik ben over het resultaat best tevreden. Het is nog niet helemaal af, maar ik ben een heel eind gekomen. En wat het fijne is dat je in zo'n schilderij dan weer ziet dat je nieuwe tinten en kleuren vindt. Want na zo'n dag ziet het palet er gewoon anders uit. Dat betekent dat ik hier nieuwe tinten zoek en ook nieuwe kleuren en tinten en kleurcombinaties vind. En dat is het prettige van het werken in Frankrijk. En dan kom je tot prachtige resultaten die voor mijzelf ook heel erg verrassend zijn. Schilderen blijft een zoektocht. Je wil mensen blijven verrassen, maar je wil ook jezelf blijven verrassen. En daarom is het goed dat je je werk af en toe even op een rijtje zet, zo naast elkaar in het atelier, en dat je kijkt... Maar wat ben ik eigenlijk aan het doen? Hoe ziet het eruit? Kan ik daar tevreden over zijn? Ligt dat dicht bij mijn hart? Heb ik geprobeerd iets nieuws te vertellen? Of val ik in herhaling? Dat is altijd een grote angst van mij. Dus ik, ja, nu met die bosgezichten probeer ik ook gewoon echt een nieuw onderwerp aan te stippen. Waarvan ik denk van ik heb de mensen hier nog iets te laten zien. Wat een ontzettende schoonheid in zich heeft. Dus als ik dan zie waar ik nu mee bezig ben. Dan denk ik van ja, ik heb weer iets te pakken. Waarvan ik zeg, oké, voor mij is het nieuw en ik hoop voor de mensen die het zien, dat ze er ook met bewondering naar kunnen kijken. Niet omdat ik het geschilderd heb, maar omdat de natuur iets laat zien wat misschien heel ogenschijnlijk klein is, maar wat in schoonheid, kleur en structuur en atmosfeer echt prachtig is. Als de zon door de wolken komt, dan zal ik altijd dingen blijven zien die zon aantikt, die mij raken. Ja, dat zal ik altijd blijven vastleggen in verf. Want dat is mijn passie en daar ligt mijn hart.